Hi allemaal, zoals jullie weten zijn Larissa en ik echt dol op het customizen van simpele t-shirts. En ongeveer een jaartje of misschien langer of korter geleden hebben wij nog een shirt nagemaakt die leek op die van Aria uit Pretty Little Liars. En eentje van echt 7 jaar geleden of zo was er eentje met een ketchup t-shirt. Mm-hmm. Hoe dan ook, we hebben er nu weer eentje voor jou. In deze video gaan we jullie laten zien hoe je heel gemakkelijk van een basic simpel t-shirt een wat stoerder exemplaar maakt met een ingebouwde choker. En zoals je weet dragen Tara en ik, of wij houden echt wel heel erg van die choker look. En op deze manier heb je dat eigenlijk bij je t-shirt en heb je hem ook gelijk wat stoerder gemaakt. Nou, deze do-it-yourself is echt super makkelijk, dus haalbaar voor iedereen. En voordat we trouwens verder gaan met deze do-it-yourself, willen we je heel graag bedanken, want... Want we hebben eindelijk de 90k! Woe! Super, super bedankt. We zijn echt... heel erg blij. En kunnen we eindelijk deze ballonnetjes opblazen. Yay! Dit is echt een super makkelijke DIY. Dus haalbaar voor iedereen. En deze video zal dan ook kort en krachtig zijn. Laten we maar snel beginnen. Wat heb je nodig? Een shirt naar keuze, een stofschaar en eventueel nog een veter. Trek eerst even het shirt aan dat je gaat customizen. De bovenste rand, of eigenlijk ook wel de kraag, die behouden we. En dat wordt de choker van het shirt. Trek dan een rechte lijn naar beneden en wijs aan tot hoe diep jij je V-hals zou willen hebben. Oké, daar, top. Leg het shirt plat en recht neer op een tafel of een vloer, als het maar een platte ondergrond is. Pak er eventueel een meetlint bij en meet je shirt op, zodat je 100% zeker weet dat je in het midden een gat gaat knippen straks. En dit wordt dan het beginpunt van de V-hals. In ons geval zit het midden niet helemaal in het midden van de tekst. Maak een klein knipje en knip nu verticaal richting de hals. Bepaal daarna hoe breed je het gat wilt hebben en begin dan met het knippen bij de hals. Vouw de stof om, zodat je kunt zien hoe deze straks valt. Dan weet je een beetje of deze naar wens is, of dat deze misschien nog wat breder kan en dergelijke. Begin altijd zo subtiel mogelijk, want dan kan je altijd nog breder en groter gaan. En dat kan natuurlijk niet andersom. In ons geval knippen we daarom nog wat extra stof weg, zodat we een nog grotere V-hals krijgen. Is het helemaal naar wens, knip dan de stukken stof helemaal los en maak er een zo symmetrisch mogelijke V-vorm van. Trek daarna een beetje aan de stof, zodat de randjes gaan omkrullen naar de binnenkant en dat zorgt voor een nette afwerking. Trek het shirt weer aan en bepaal nu of je hem goed genoeg vindt en of je hem leuk vindt staan. Het shirt kan nu helemaal klaar zijn, maar wij wilden graag nog eventjes wat extra vetertjes toevoegen voor wat extra stoer effect. Leg het shirt weer neer op een platte ondergrond en bepaal hoeveel gaatjes je nodig hebt voor de veters. Dit kan je doen door de veter alvast op het shirt te leggen in deze zigzagvorm. Maak vervolgens gaatjes met een klein mesje of een schaartje of gewoon het punt van een schaar. En doe dit zo recht en symmetrisch mogelijk. Hier kan je bijvoorbeeld ook nog een meetlint of een liniaal voor gebruiken. Zorg er wel voor dat je ongeveer een halve centimeter van de rand van de stof af zit, zodat deze gaatjes straks niet door kunnen scheuren. Haal de veters door de gaatjes heen, begin onderin en werk je weg naar boven. Nou, klaar ben je. We laten deze do-it-yourself nog een keertje zien met een zwart t-shirt. Larissa bepaalt ook weer de diepte van de V-hals door eerst het shirt aan te trekken. Ah, Sylvester komt ook nog eventjes kijken en ja, hij komt ook even over mijn t-shirt heen stampen. Wat een gek beest. Omdat haar t-shirt een opvallende en drukke print heeft, knippen we nu alleen de V-vorm in het t-shirt. Oké, en daar is hij nog een keer. Larissa's zwarte t-shirt was al stoer, maar is door deze do-it-yourself ook nog een beetje sexy geworden. Veel vrolijker en helemaal onze smaak. Het witte t-shirtje was eerst nogal basic en nu is die echt super opvallend geworden. Echt heel erg leuk om te zien hoe je zo'n simpel t-shirt kan omtoveren in iets heel nieuws. Nou, je hebt het kunnen zien. Dit was echt een super makkelijk do-it-yourself. Je hebt ook niet eens heel veel spulletjes hiervoor nodig. Dus het is ook heel erg leuk om dit als projectje te gaan doen. Om bijvoorbeeld je festival shirts alvast te gaan maken. Want die tijd die gaat er aankomen binnenkort. Ik heb ook al zin in een feestje, want we hebben de 90k! Dus inderdaad, als je nog niet hebt geabonneerd op ons kanaal, kom alsjeblieft bij de Endless Weekend Family. En dat lijkt ons hartstikke gezellig. En hopelijk tot snel op feeds of op de Dutch YouTube Gathering. Want die komen er ook weer aan in de maand april. Ja, dus, heel veel zin in. Dus ik hoop dat we jullie kunnen gaan knuffelen en zien. Doei! Doei.